Dames en heren, jongens en meisjes, het is weer tijd voor F1 2010. Jazeker, we gaan vandaag weer verder met de career mode. In China, als ik dat goed zeg, ronde nummer 4 van seizoen 2, aflevering nummer 23 alweer. Maar het allerbelangrijkste, heb jij die vorige video gemist in Maleisië? Zal ik die eerst even terugkijken, zodat je deze dus gaat zien. Dat kan rechtsboven in het i'tje. Klik erop en dan zie je die video verschijnen. Maar ben je nieuw op mijn kanaal? Abonneer dan gewoon voor meer wekelijks Formule 1 content. En schakel ook gelijk dat belletje aan, zodat je een enkele aflevering van mij mist. En als je niet abonneert, ja dan... Dat. Kom nu griep. Maar goed. 65 punten voorsprong. Pinsen op de rijders met 0 punten. Maar goed. Goed verhaal. Dus we staan er goed voor. 3 uit 3. Ondertussen kampioenschap is ook... Ja, 6 punten voorsprong op Ferrari. Dus ja, het is wat klein aan de constructeurskant. Maar goed, op naar de kwalificatie. Voor de grote race van China. En daar zijn we dan lekker in Shanghai. Je weet toch, China. Land van smog. En kinderarbeid. Maar goed. Ook van mooie races namelijk. En van de Chinese coureurs. Kijken we naar Ho Pin Tong en Guang Yu Zhao. En wij gaan hier proberen om naar de pole position te rijden. Kijken of dat gaat lukken. We hebben de AI wat verhoogd naar intermediate. Dus de rijders moeten sterker zijn in de kwalificatie. Dat had je al gezien in de grote race van Maleisië. Daar vertrokken we vanaf P4 en kwamen ruim een seconde tekort op Lewis Hamilton. Einde bij het rechte stuk beland richting die hairpin. Dat gaat goed, gaat lekker. Niet zoveel geblokkeerd aan de linkerkant. Dus ik wacht hier gewoon een top rondje. Iets te veel over die curb zone heen gestuiterd. Daardoor zijn we de auto een beetje kwijtgeraakt. En is dat een 1.38.2? Zijn 18e sneller. Gaan ons voorbereiden op een tweede run. Maar daar zit dan in één keer... Glock, Timo Glock. Wat een... Hoe ben jij? Gaat daar zomaar even... Lekker midden op de baan staan. Om mij voorbij te willen laten. Is mislukt. Nou, we pakken wel pole met 17e. Goed zo. Goed gedaan. Top. Hartstikke fijn. Op naar de wedstrijd zou ik zeggen voor aflevering nummer 23 van My Team van F1 2010 Career Mode. My Team zit er helaas op. Daar gaan we dan. Dan zijn we aanbeland in de garage. We trekken vanaf pole position, dus dat is altijd goed. Verwacht hier denk ik een niet zo'n spannende strijd met de Ferraris en de Red Bulls. Dus ja, geen regen verwacht. Goed om te zien, de strategie is gewoon van... De soft na de harde band in ronde nummer 4. Teamgenoot, 3 keer verslagen in de race, 3 keer op het podium geëindigd, 4 keer verslagen in de kwalificatie en 3 keer het snelste ronde gezet. Dus Rubens Barrichello wordt compleet vermorzeld, ingemaakt door ons. De car setup nog even aanpassen. Gaan voor wat een lagere topsnelheid en wat een hogere downforce. Dus dat zou ons wat voordeel moeten geven in de bochten. En dan is het op naar de grid. De baas wil opnieuw een podiumfinish zien in deze grote prijs. De lampen springen aan voor de grote prijs van China. Voor aflevering nummer 23 van F1 2010 Career Mode. En we zijn onderweg. We knijpen daar al gelijk Lewis Hamilton al af. Maar we hebben al een kleine voorsprong richting die eerste bocht. Jazeker. De AI neemt die eerste bocht altijd heel erg wijd. Wij nemen altijd een kortere lijn. En zo hebben wij een aantal tieners gewonnen. Jazeker. Schumacher in gevecht voor het podium. Maar wij hebben de leiding behouden en we zitten in ronde nummer 2. Als Vettel naar P4 is gegaan, Hamilton op P3, Button op P2. Wij dus nog steeds aan de leiding. We schieten hier een klein beetje door. Dat is geen probleem, maar we moeten dat niet te vaak gaan doen. Anders gaan wij problemen krijgen met de banden.
hier weer iets te ver doorgeschoten kwam vanwege die curbstone. En we zitten in ronde nummer 3. Barrichello op P18. Anderhalve seconde sneller dan mijn vorige beste tijd. En wij laten een 1.41.0 noteren. De banden slijten al wel hier hard. Button is 3,5 seconden langzamer per rondje, zie ik. Dus we hebben hem eigenlijk, als het goed is, in de tang. Einde ronde nummer 4. Als we daar een klein beetje blokkeren met mijn rechter voorband. De auto daar bijna kwijtgeraakt door iets te enthousiast op het gas te gaan. Maar we duiken naar binnen in ronde nummer. Tenminste, dat was de bedoeling. Dat we naar binnen doken. Ik had ook eerlijk gezegd niet door dat we een rondje door gingen rijden. Maar ronde nummer 5 wordt het. Gaan proberen voor de overcut op een aantal jongens voor mij. De vraag is, gaan die ook langer door? Gaat Vettel langer door? Kan ik niet zien. Nee, Vettel is naar binnen gedoken. Rosberg rijdt langer door. Webber rijdt langer door. Wij vergalopperen ons hier weer bij de hairpin. Door een blokkerende rechte voorband. En alle vier de banden gaan er gewoon aan. Zijn mooi oranje. Dat is trouwens niet mooi, maar goed. We gaan dus naar binnen voor onze late pitstop van de dag in ronde nummer 6. Remmen hier al af voor de pitbox. Exit. 4.8. Rosberg en Webber gaan een ronde langer door. Barrichello naar de punten. En we komen voor Alguersuari weer de baan op. Jazeker, P3. Met nog 5 rondes te gaan. Dus nu moeten wij naar Mark Webber zien toe te rijden. En dan hem gaan inhalen en dan door naar Nico Rosberg. En daar hebben wij in ronde nummer 7 Mark Webber rijden. Op die versleten soft banden. Hij moet nog een keer naar binnen. We gaan die slipstream pakken van de Australiaan. De ingenieur zegt, ja je hebt hem, passeer hem. En dat gaan we ook doen. Slipstream pakken, geen DRS. We hebben geprobeerd nog te verdedigen, maar dat lukt niet. En wij kruisen naar zijn racelijn toe. En Webber is gezien. Een Mercedes auto rijdt voor mij. Dat is Nico Rosberg. En die duikt naar binnen. Hetzelfde geldt voor Mark Webber. Rosberg naar binnen in ronde nummer 8. Zijn weer 1,5 seconden sneller dan mijn vorige beste tijd. Dus het schiet al aardig op. Petrov op P4, Barrichello op P5. Doet hij goed. Gaat, als het goed is, weer punten pakken voor Williams. En we zitten in de laatste ronde van de wedstrijd. Kovalainen. Gaat hij een podium pakken voor Lotus? Schumacher zit hem nog op de hielen. Rosberg gaat een podium pakken voor Mercedes. Kovalainen. Gaat hij dan het waarmaken voor Team Lotus? Gaat Kovalainen de eerste punten pakken ooit voor het Lotus Formule 1 team? Het nieuwe Lotus. Of pakt Schumacher dat af? Dat is zometeen de vraag. Maar wij gaan hier de wedstrijd winnen in China. Maken het 3-3. Is het op naar de volgende race in Barcelona. Great drive! Great drive! You've dominated the whole weekend! Paul and the race win! Kovalainen mist het podium. Nee, op een tiende. Schumacher pakt het af. Oh, jammer, jammer, jammer. Zo zonde. Kovalainen had het bijna in de tas. Maar Schumacher vergooit het feestje voor Lotus. Anyway, goed gedaan van de beide heren. Kovalainen pakt zijn eerste punten voor het nieuwe team. Wij winnen dus de wedstrijd. Red Bull stelt enorm teleur. McLaren stelt enorm teleur. Barrichello pakt weer 2 punten. Goed gedaan. Rosberg op P2, Schumacher weer op het podium. In zijn terugkeerseizoen in de Formule 1. You're still top in the Drivers' Championship table. 46 punten verschil naar Alonso. Rosberg klimt dichterbij. En kijk eens.
Kovalainen P9 op 12 punten. Ongelooflijk goed gedaan hoor. Hij is gewoon de ster van de race. Echt niet normaal. En Bruno Senna nog steeds met 0 punten. Barrichello stelt teleur. En Lotus naar de 8e plek. Wij verstevigen de voorsprong in het constructeurskampioenschap. Mercedes en Ferrari knokken om P2. Red Bull is inmiddels wel ongeveer buitenspel gezet. Dus de beide topteams, McLaren en Red Bull, moeten iets vinden voor de volgende wedstrijd. Maar goed, ik ga deze video afronden mensen. Ik hoop dat jij genoten hebt van deze video. Heb jij genoten, beloon dan zeker met een like. Heb jij niet genoten, dislike de video dan. En vertel me ook waarom je het leuk vond. Ben je trouwens nieuw op mijn kanaal? Abonneer je dan voor meer wekelijkse Formule 1 content. En schakel ook gelijk dat belletje aan. Als je geen enkele aflevering van me mist, like de video als je hem leuk vond. Dislike hem als je hem niet leuk vond. Volg me even op de sociale media. @GiananSchaven op Instagram, Twitter en Facebook. Mijn gebruikersnaam staat in de beschrijving. Dit was Gianan mensen. Tot de volgende keer bij een nieuwe video op dit kanaal. Ga verder met meer Formule 1 content. Tot de volgende keer.